Met dit beeld wil kunstenaar Saskia Stols het taboe rondom depressies en zelfdoding onder jongeren verbreken. Want de cijfers liggen er niet om. Zelfdoding en depressies komen veel voor onder jongeren in Nederland. En als je depressief bent, is het heel zwaar om dit in je eentje te moeten dragen. Dus daarmee bedoel ik niet erover kunnen praten of niet kunnen uitdrukken hoe je je voelt. Wij zijn benieuwd, als jij je somber voelt of je hebt iets moeilijks meegemaakt, misschien ben je zelfs depressief, praat je er dan over? Nee, ik denk dat ik dat in andere manieren uit. Ja, maar alleen met mensen die dicht bij me staan. Ja, ik wel. Ik zoek dan wel vriendinnen op en ja, of bel ze. Ja. En jij? Ja, ik ook zeker. Of met familie praten, gewoon met gezin iemand, bijvoorbeeld mijn moeder of zo. Of inderdaad vriendinnen appen, bellen, dat allemaal, ja. Ik wil er heel graag over praten. Maar ik vind dat vaak best een grote drempel. Ik moet eerst echt in een soort dieptepunt komen en daarna reik ik vaak wel uit naar vrienden. Ik zou willen dat ik dat eerder deed vaak. Ja, ik praat er vooral over met mijn vriend eigenlijk. Het helpt wel veel, omdat je toch iemand hebt om je gevoelens mee te delen en zo. En dan sta je er niet helemaal alleen voor. Ja, het is ook het herkennen dat het niet goed gaat vind ik soms lastig. Ja. Dus dat ik het heel snel bagatelliseer of zo van, oh ja, morgen is het vast beter. We zien wel gewoon hoe het gaat. En dan eigenlijk had ik op dat punt al een soort van steun kunnen vragen bij iemand. Maar ja, dan maak ik het weer, dan denk ik gewoon dat het niet erg genoeg is of zo. Fijn dat je denk even kwijt kan ook, in plaats van dat je met jezelf in je hoofd ermee gaat zitten, denk ik. Heb ik in ieder geval altijd inderdaad. En ook gewoon dat ze mij helpen en gewoon... Ja, hun gedachten of zo eroverheen. Ja. Wat wel helpt is dan misschien om zeg maar zelf voor jezelf op te schrijven in een dagboekje of zo, dat je toch nog een beetje je gevoel kwijt kan. Maar het is toch fijn om het met iemand te kunnen delen. Het kan inderdaad ook confronterend zijn om er met iemand anders over te praten. Misschien ben ik meer bang voor de consequenties van het praten met iemand anders erover. En sorry als ik dan mag vragen, welke consequenties dan bijvoorbeeld? Waar zit je dan mee in je hoofd? Misschien dat ze je niet begrijpen en dat het dan alleen averechts werkt. Dus dat je je nog slechter gaat voelen. Ik denk dat vooral.